In het Amsterdams Historisch Museum De Waag herleeft een prachtig stuk geschiedenis van de mensheid in een tentoonstelling van kaarten uit de Gouden Eeuw. De eerste zeeatlas uit 1584 gaf al een redelijk beeld van de kusten die men in die tijd bevoer. Bij de navigatie maakten de zeevaarders verder gebruik van eenvoudige profielkaartjes. Men veronderstelde dat in het Noordpoolgebied pooleilanden aanwezig waren bij elk der vier continenten. Maar de reizen van Willem Barents leerden anders. Omstreeks 1670 beelde men de aarde zo af. Hoe meer ontdekkingsreizen men deed, des te meer werd er van de wereld bekend. Met de primitieve navigatie-instrumenten slaagde men er toch in zich uitstekend te oriënteren. In Afrika ontdekten de zeevaarders bij verkenningen dieper het land in vele diersoorten die op de kaarten werden afgebeeld. Amsterdam was in de Gouden Eeuw het centrum van het drukken en uitgeven van kaarten. Op de tentoonstelling drukt men een kaart uit 1650 die in de vorm van een leeuw de 17 Nederlandse gewesten toont. Afdrukken hiervan zijn te koop. Beroemd waren de atlassen van Blauw die in verschillende talen werden uitgegeven. Hoeveel bijzonderheden men op de kaarten plaatste, toont deze van Pernambuco. En prachtig is ook de kaart van het stroomgebied van de Rio Grande. De Oost-Indische Compagnie had een nederzetting op het tegenwoordige Formosa. De kaarten beelden zowel het land af als de opmerkelijke bedrijvigheid die er heerste. Zo is deze tentoonstelling van land- en zeekaarten een openbaring over de kennis die men 300 jaar geleden van de wereld bezat.